Wout, jij hebt er eentje vast. Welke is het? Voor ons vijf is dit toch wel de belangrijkste, denk ik. Het is de... de beste reeks van 2016. En ik ben zo blij dat we hem eindelijk hebben. We hebben in 2014 hebben we het opgestaan en dan hadden we hem net niet gekregen, omdat we nog maar net bezig waren. En vorig jaar hadden we helemaal niks. En nu hebben we hem eindelijk. Marie, wat doet dat met jou? Wat het met mij doet? Het is onwaarschijnlijk. We hebben het ook al tegen mensen gezegd. Onze reacties waren zo uitbindig dat Kitnet die even in slow motion moet zetten om goed te zien wat wij allemaal aan het doen zijn. Toen Juan een award won, heb ik ook per ongeluk alle glazen op tafel omvergestoten. En er stond zo'n lichtbak ook allemaal op de grond. Dus als Juan plekken op zijn kleren heeft, dat was mijn schuld. Het is water. Het was maar water. Het was maar water, hoor. Dus je vond het niet erg? Nee, maar ik had het zelf ook helemaal niet door, want... Free, ja, het was... Free. Malek de Veester. Juan. Klets. Huh? Wat? Huh? Inge! Dat was helemaal... Ja, ik was helemaal niet mee. Ik was ook gewoon heel de weg aan het denken naar het piedestalletje daar. Zo van, ik weet niet wat ik moet zeggen, Snel, snel. Ja. Dat is geweldig. Ja, Tine, en jij twee awards? Ja, ik heb twee awards, dat is echt maf. Maf gewoon. Je had het niet verwacht? Maar nee, tuurlijk niet. Ik had het helemaal niet verwacht. Je staat dan zo naast een Christel, naast Klaasje, naast Linty. Allemaal super knappe vrouwen, super getalenteerde vrouwen. En dan win ik. Bij het gisteren moesten we lachen voor vrouwelijke ster. Roepen ze de namen af en voor Tine werd er ongelooflijk hard gejuicht. En op dat moment dacht Tine, oh nee, ik kan dat hier winnen. En toen zei ze, ik heb nog niks voorbereid, ik weet niet wat ik moet zeggen. Volledig in de paniek en toen bleek het echt Tine te zijn. Ja. En het was onwaarschijnlijk dat hij er ook zo... Ik ben zo trots op u. En daar sta je dan, hè, met je mond vol tanden, of niet? Ja, daar sta ik met mijn mond vol tanden. Ik wist... Dat is zo belachelijk, want je gaat naar voren en dan zeg je... Ik had het niet verwacht. En iedereen zegt, ik had het niet verwacht. Maar op die moment sta je daar en dat is ook het enige wat uit je mond komt. En dan... Je hoopt zoiets origineels te zeggen. Ja, je wilt zoiets leuk en origineel zeggen, maar... Ik had het gewoon echt niet verwacht en dan... Ja, dat heb ik iets horen mijn mama verteld. En ik besef nu ook pas... Dat ik tijdens TV-ster gewoon de Ghostwalkers niet heb bedankt. Want het is ook dankzij hen dat ik die prijs heb gewonnen. Want we zijn een team en we zijn... Ja, dankzij hen, we laten elkaar stralen. En zij laten mij dus ook stralen. Oh, dat is zo lief, hè, Elindo. Ja. Ja, heel lief. Ja, ik was tijdens het hele verhaaltje zo aan het terugdenken van hoe het moment ook weer was dat we die beste serie in ontvangst... Of in onze naam met geroepen. Dus ik was nog even... Ik heb half zitten luisteren wat Tine zat te zeggen. En half was ik zo aan het herbeleven. Ik ben er nog altijd niet goed van. Oei, is het zo erg? Ja, op positieve manier. Hè. Het is, ja, maar op het moment zelf pakte dat mij ook heel erg. Maar ik weet niet waarom, maar omdat... Op de een of andere manier... Het is zo, we zijn zo 3 jaar met dit project bezig. En ben al 2 jaar niet gewonnen, tot vervelend toe. Want ik heb daar nog best wel mee gezeten. Kom ik nu pas eigenlijk echt achter. En, wij wisten dat al heel lang. Maar de tranen schoten op dat moment echt in mijn ogen. Omdat ik dacht van, er zitten hier 6000 man in het paleis 12. En al die catnetters die hebben op ons gestemd. En na 3 jaar zo dan een soort van erkenning krijgen van hetgene wat je al 3 jaar doet. Dat kwam bij mij zo ontzettend binnen. En ook tijdens het optreden moest ik ook bijna huilen. Heeft gelukkig niemand gezien, want waarschijnlijk was het niet zoveel in beeld. Maar toen moest ik ook bijna huilen, omdat ik iedereen zo mee zag zingen. En ik dacht... Oh my god, dit is zo ontzettend bijzonder. Ik ben nog steeds zo een beetje... Ik moet even gaan slapen, denk ik. Ja. Oké, Tine en Juan, nog even naar jullie. 3 awards, waar komen die nu te staan? Momenteel, mijn vorige award staat in de slaapkamer van mijn broertje. En ik was aan het denken, ik ben dat toch niet aan jinxen door dat zo in zijn slaapkamer te zitten. Maar misschien moet ik gewoon zo een schap maken of zo. Weet je, een plank met een spotlight op. Ik heb er nog wel wat plek over thuis. Hè? Ik zal daar een kastje voor maken. Een kastje voor een gouden kaakkastje. Gouden kaakkastje. Plek maken voor volgend jaar ook nog. Hè? Ah ja, tuurlijk. Nee, want dit smaakt naar meer, hè. 4 awards is volgend jaar te weinig. We moeten volgend jaar meer dan 4 winnen om überhaupt blij te zijn. Het is oké. Ik ben al blij met deze jaar. Ik zou echt wel... Ja, natuurlijk omdat we die ook niet gewonnen hebben dit jaar, maar... Band volgend jaar. En film. Band. Als we voor film genomineerd worden, voor film, ja. Dat zou cool zijn. Dat zou echt cool zijn. Ja. En ik ga heel hard trainen aan mijn sixpack en ik wil volgend jaar ook voor het gaan.
Hier, nu heb je hem. Volgend jaar, dan zien we het, hè. Gwan, wat ik onthoud is van, je hebt plaats voor haar awards, maar heb je voor haar ook plaats? Voor haar plaats? In mijn appartement? Een kastje voor Tine? Zo klein misschien. Een ander plaatsje? In mijn hart. Ah! Slime, slime, slime. Schoon.